Het toerismefestival is het afgelopen weekend in het Boven-Suriname gebied gehouden en wel in het dorp Jojo. De directeur van toerisme, Rabin Buddha, zegt dat hiermee toerismebewustwording verder op gang moet komen. Directeur Buddha benadrukt dat elk district zijn eigen unieke charme heeft. In het Boven-Suriname gebied beleven toeristen een totaal andere ervaring waarbij een boottocht onmisbaar is en de Maron-cultuur volop tot uiting komt. Buddha toont zich verheugd over de ontwikkelingen in de toerismesector en merkt op dat hij bij elk bezoek aan de verschillende gebieden steeds weer positieve veranderingen waarneemt. Toen ik hier aankwam, was ik eigenlijk een beetje geschrokken van de vooruitgang die ze hier hebben geboekt. Qua de ontvangst, qua keuken, qua culinair gebeuren, de kwaliteit van het eten, de vriendelijkheid van de mensen, van de kapitein tot de gewoon doorsnee burger hier. En als je ook hier omheen kijkt, dan zie je ook de creativiteit van banken verwerkt onder de bomen en in de bomen. En ook de traditionele cultuur zie je verwerkt in de hutten. Dus het is heel mooi, het is heel aangenaam. Wij vanuit het ministerie zijn heel trots dat die bewustwording met de dag toeneemt. En dat mensen alerter worden en harder werken om een beter toeristisch product te leveren. Buddha geeft verder aan dat het toeristisch product vooral gestoeld is op natuur en cultuur, waarop de bewustwording over het belang van beide aspecten verder benadrukt moet worden. De toerisme-directeur vindt dat de verschillende gemeenschappen erop moeten toezien dat hun cultuur behouden blijft. De maand september is sinds 2023 uitgeroepen tot de toerismemaand. In dat kader vinden in elk district activiteiten plaats om de bewustwording over de potentie van toerisme voor de Surinaamse economie te helpen bevorderen.